Wat hebben motorrijden en geloof met elkaar te maken? Nou, meer dan je in het eerste opzicht misschien zou denken. Een van mijn grootste geestelijke lessen heb ik in ieder geval wel eigenlijk mijn eigen gemaakt nadat ik ben gaan motorrijden. Ik woon in de stad in Amsterdam en toen ik 30 werd, toen heeft mijn vrouw mij mijn motorrijbewijs cadeau gedaan. Daar was ik heel blij mee, want de drukte in deze stad is groot en ook rondom deze stad. En een van de dingen die ik eigenlijk heel leuk vond, maar ook wel irritant als ik eerlijk ben, was tijdens de rijlessen de oortjes die je dan inkrijgt. De oortjes die je inkrijgt van je instructeur. Die rijdt natuurlijk op de motor achter je, of soms in de auto als het regent. Dan zat hij in de auto en ik op de motor. En wat hij dan doet is natuurlijk in je oor zeggen wat je moet doen. Of je linksaf moet, rechtsaf moet, dat soort dingen. Maar ook of je op de goede manier gedraagt. Of je hard genoeg rijdt, of je knipperlichten goed gebruikt, enzovoort. Maar een van de vervelende dingen, zal je niet verbazen, mogelijk, is dat je niet terug kunt praten. Dus soms doe je iets met een bepaalde overtuiging en dan hoor je in je oortje, ja, wap, wap, wap. En dan denk ik, ja, maar u moest eens weten, ik doe dit omdat ik zag daar een auto of daar een fiets en dat is de reden. Maar dat kon helemaal niet terugzeggen. Dus het was in die zin ook een beetje kleinmakend. Hij mag wel tegen jou praten, maar je kunt niks terugzeggen. De grootste les die mijn rijinstructeur mij leerde was elke keer als we een bocht naderen. En elke motorrijder die vandaag kijkt, die zal met mij beamen dat in de bocht maar één ding belangrijk is. Kijk waar je naartoe wilt. Zodra jij op je instrumenten gaat kijken, hoe hard rij ik eigenlijk, welke versnelling zit ik in. Of zodra je gaat kijken naar die boom die daar staat, of die lantaarnpaal waar je niet bovenop wil knallen, of die vangrail, heel vervelend voor motorrijders. Dan gaat het mis. Het lijkt wel alsof je automatisch naar de boom toegetrokken wordt als je naar die boom kijkt. Nee, kijk waar je heen wil. Dus ik reed dan en hoorde ik in mijn oortje, kijk waar je heen wil. Dan denk ik, oh ja, daar wil ik heen. Dat is toch gevaarlijk, want dan kijk ik niet meer op de weg. Ik moet daar naartoe en ik kijk hier. Ik moet daar naartoe, ik kijk daar, maar ik rij hier. Ik verzeker je. Als je motor rijdt, kom je erachter. Het doet er niet zoveel toe, die weg. Ja, oké, je kunt niet zien of er net een muis of een konijn overrent. Maar je kijkt waar je heen wil in die bocht. En omdat je er naar kijkt, trek je je machine als het ware automatisch in een hellinkje en ga je die kant op. En mis je die boom, en mis je die lantaarnpaal, dan blijf je goed op weg. Nou, wat dat heeft te maken met geloof, wil ik graag met je lezen uit Hebreeën 12. Daar staat in vers 2, terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, lopen wij met volharding de wedloop die voor ons ligt. Het oog gericht op Jezus, de leidsman en de voleinder van het geloof. Hij heeft namelijk om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen, de schande veracht en hij zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Als ik eerlijk naar mezelf kijk en geef jij maar antwoord voor jouzelf, kijk ik vaak naar mijn instrumentjes, kijk ik vaak naar mijn omstandigheden, ben ik ook vaak bang. Is het glad? Is het dit? Is het dat? Is de bocht niet scherp? Te scherp? Kan ik dit wel? Hoe moet dat met die boom die daar staat? Hoe voorkom ik dat ik er tegenaan ga? Maar de Bijbel leert ons, en ik zeg niet dat het makkelijk is. Heel vaak moest ik het horen in mijn oortje. De Bijbel leert ons, laat het nou eens eventjes. Kijk naar dat waar je naar op weg bent. Heb het oog gericht op Jezus, de voleinder van het geloof. Zolang je in je eigen omstandigheden zit te roeren, wordt het er niet veel beter op. Want die zijn niet per se goed. Nou, misschien heb je het prima, een goede baan, een leuke studie, een leuke vriend of vriendin of wat ook. Maar we weten allemaal dat er momenten in ons leven komen, dan is het niet meer zo leuk. Dan heb je niet meer zoveel aan je omstandigheden. Dan gaat het gewoon niet zo lekker. Hoe blijf je dan op de been? Door te kijken waar je naartoe gaat. Door de bocht heen te kijken. Door te weten waar je naar onderweg bent. Het is de hoop, zegt de Bijbel. De hoop die een christen heeft. Gericht op Jezus. De overste leidsman. De voleinder van het geloof. Ten slotte, een ander voorbeeld dan. Een atletiekbaan waar hard op gelopen wordt. Iemand stelt het is zo voor. Eigenlijk is het zo dat de wedstrijd al gewonnen is door de Heer Jezus. En hij loopt een ererondje. Langs het publiek wat laat staat te klappen daar op de tribunes. En dat ere rondje, hij heeft de bloemen vast en de medaille om zijn hals. En wij, ja, wij lopen er nog eigenlijk achteraan te strompelen. We zijn nog niet eens bij de finish. Die komt op het moment dat we sterven of als Jezus terugkomt. En terwijl wij daar rennen en struikelen en vallen en weer opstaan,
kunnen we twee dingen doen. Heel de tijd naar beneden kijken. Oh man, het gaat niet meer. Wat moet ik? Maar de geloofsgetuigen, zegt dezelfde Hebreeën schrijver, zitten op de tribune. Abraham, Jozef, Mozes, Simson, Rahab, Rut. Misschien wel jouw opa, jouw oma. Mensen die je kent, die gestorven zijn. En die de Heer Jezus kennen. Ze zitten op de tribune. En ze moedigen je aan. En ze zeggen, ga maar. Ik heb het ook meegemaakt. Dat ik niet wist waar ik heen moest. Dat ik niet wist of ik rechts moest of links moest. Dat ik alleen maar de stem van God hoorde, zegt Mozes tegen je, of Abraham. En dat ik maar ben gegaan. Ik heb ook meegemaakt dat ik vals beschuldigd werd, zegt Jozef. Ik zat in de gevangenis. Het was oneerlijk. Het klopte niet. Ik kon niet anders dan geloven op me vasthouden aan mijn God. En ik ben gegaan, doorgegaan, struikelend, vallend, lopend, ziende op Jezus. De overste leidsman, de voleinde van het geloof, tot de dag van de finish. Dan kom je daar. En met alle eerbied bedoeld, dan draait Jezus zich om. Kom jij over de finish, krijg jij de bloemen en de gouden medaille. Verdiend? Helemaal niet. Gekregen. Uit liefde. Uit genade. Op wie, beste vrienden, wil je anders zien? En op Jezus alleen. Kijk door de omstandigheden heen. Kijk er overheen. Kijk naar je einddoel. De hoop met God. De toekomst met God. Het leven met Hem. In een wereld waar geen pijn, verdriet, moeite en ellende meer is. Daar zijn we naar op weg. En hier op aarde mogen we ondertussen doen wat we kunnen doen. Motorrijden. Bij de vleet. Niet zomaar stilzitten en niks doen. Wachten tot het einddoel eindelijk eens komt. Nee, de hand aan de ploeg staan. Ziende op Hem. Want dit leven is maar een tijdelijk iets. Maar we zijn op weg naar een beter vaderland. Waar Christus het licht is. Waar Hij alles in allen is. En, dat vind ik als evangelist dan weer zo mooi, waar niemand meer tegen een ander hoeft te zeggen, ken de Heer. Want ze zullen Hem allen kennen. Van de kleine tot de grote. Zie ik je daar?